Hij haalde hard uit naar de boeren gisteren. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken nam afgelopen week afscheid. En in een interview met het programma Vroege Vogels zei Van Dam gisteren dat de boeren zelf schuldig zijn aan het inkrimpen van de veestapel. Ze zijn veel te hard gegroeid, zegt Van Dam, na het afschaffen van het melkquotum. Aan de telefoon is Rick Lagendijk. Hij is melkveehouder in Diessen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft hem op bezoek gekregen, hè? Van Dam, was hij toen al zo kritisch? Nou, het was een beetje een andere setting. Toen leidde hij al zijn Europese collega's rond door Nederland wat er allemaal aan innovaties gebeurde. En toen is hij ook op ons bedrijf geweest, inderdaad. Maar merkte u toen al dat hij een beetje tussen de regels door wat kritisch naar bijvoorbeeld ook uw bedrijf keek? Nou, eigenlijk niet. Op dat moment was dat niet echt aan de orde. We hebben toen wel proberen aan te geven dat de situatie wel lastig was met het inkrimpen van de veestapel voor ons bedrijf. Maar daar is hij toen niet heel diep op ingegaan. Ja, vindt u van de kritiek? Want nou ja, dat melkquotum is losgelaten. Toen zijn boeren gaan groeien. En eigenlijk zegt hij van, ja, goh, jullie hadden jezelf een beetje in moeten houden. Ja, dat is natuurlijk achteraf is dat ook zo geweest. Maar van tevoren, toen die plannen die je maakt, ja, daar gaan jaren overheen voordat tot uitvoering komen. En toen was er eigenlijk helemaal geen aanleiding van dat er een rem op zou komen op het aantal dieren, zeg maar. De overheid heeft ook nooit gezegd van, dat moet je niet doen. Nou, sterker nog, vlak voordat wij begonnen met het bouwen van onze nieuwe stal, toen heeft de toenmalige staatssecretaris Dijksma heeft toen gezegd van, nou, ja, er is een grens, maar ik verwacht niet dat die overschreden gaat worden. Dus later was dat wel zo. Maar hij is wel overschreden, dat kun je de individuele boeren misschien niet kwalijk nemen. Wel de landbouworganisaties, hadden die wat scherper erop moeten letten? Ik weet niet waar die verantwoordelijkheid ligt. Misschien wel. Er is weinig gecommuniceerd over het overschrijden van het fosfaatplafond. Maar ja, als de staatssecretaris zegt van, nou, ik verwacht niet dat je overschreden gaat worden in maart 2015 en in juni gooit de rem op. Wie moet je dan nog aannemen als betrouwbare informatie? Hè? Ja, ja. Wat vond u van de woorden van Van Dam? Heeft u een beetje begrip of vindt u het onzin? Nee, dat vind ik toch wel onzin. Want er worden nou op dit moment harde maatregelen genomen in de melkveehouderij. Iedereen moet inkrimpen. Maar dat is wel een voorstel die de sector allemaal zelf gedaan heeft. En het lijkt net alsof hij doet wel heel veel naar zichzelf toe trekt. Ja, is hij een beetje popiopie bezig geweest bij een programma als Vroege Vogels? Toch bekend om de milieu-invalshoek altijd. Een beetje de popiopie aan het uithangen dan? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of je dat zo kunt noemen, maar lijkt het misschien wel een beetje over. Ja, als ik zo tussen de regels naar uw antwoorden luister, dan zit u nu ja te knikken. Ja. Even naar uw situatie, want wat betekent dat? Moet u ook inkrimpen? Ja, natuurlijk. Ja. Alle melkveehouders in Nederland die moeten terug in de veestapel, ja. Ja, Van Dam is nu omroepbestuurder, dus er komt dan een nieuwe staatssecretaris, waarschijnlijk een nieuw kabinet. Wat zou u die mee willen geven? Oh, ja, dat is een goeie. Ja, ik zou, nou kun je nog gaan lobbyen. ja, dat zou het. Ik denk dat het allemaal wel weer beklonken is. Maar transparantie en goed communiceren is wel belangrijk. Hij heeft, dan had hij wat, ja, hoe moet ik zeggen, wat meer... meegekregen misschien, hè? Het was nou een beetje hem tegen ons, hè? Ja, dus eentje die een beetje... Misschien wel een oud boer gewoon als staatssecretaris. Zou dat niet handig zijn? Dat zou helemaal mooi zijn. Nou, ik zit naar het gesprek te luisteren. Ik vind dat u heel genuanceerd en evenwichtig en niet al te emotioneel overkomt. Bent u wel lid van een politieke partij? Nee, laat maar. Nou. En ik ben ook nog geen oud boer, gelukkig. Nee. Dat, praktijk, jongens, hebben we ook behoefte aan. Ja. Duidelijk, een staatssecretaris die gewoon heldere taal spreekt en een beetje snapt wat er leeft in het boerenleven. Dat is toch wel fijn. Nou, we wel op aan kunnen. Ja, ook dat, ja. Nou, Van Dam is weg en de opmerking valt niet helemaal in goede aarde. Dat is wel duidelijk. Rick Lagendijk, veeboer in Diessen, dank u wel voor de toelichting en de reactie.